Voor het eerst sinds 3 jaar komt er een nieuwe Battlefield uit in de vorm van Battlefield 2042. Of ja, je kunt hem al een tijdje spelen, maar vandaag is hij officieel uit. Battlefield games staan bekend om zieke graphics, super realistisch geluid en enorme maps. En daar heb je natuurlijk wel een klein beetje snelle hardware voor nodig. Of valt het mee? Vandaag kijk ik met jullie naar de beste hardware voor Battlefield 2042. Tot zo. Yo gasten, welkom bij een nieuwe video van Redux Gaming met vandaag weer een performance-analyse van een gloednieuwe game. Battlefield 2042 is uit, dat is natuurlijk geen nieuws. En ik ga vandaag met jullie kijken welke hardware je daar het beste voor kunt aanschaffen. Laten we eerst eens even kijken wat EA zelf aanraadt. De minimumeisen die EA zelf opgeeft zijn een GTX 1050 Ti van Nvidia of een RX 560 van AMD in combinatie met een Intel Core i5-6600K, die had ik ook vroeger, goede oude tijd, of een Ryzen 5 1600 en 8 GB. Wat ik een beetje raar vindt is dat de i5-6600K een quad-core is met 4 threads en de Ryzen 5 1600 een 6-core met 12 threads. En ze hebben vergelijkbare single-threaded prestaties, dus waarom volstaat een Ryzen 3 dan niet gewoon? Maar goed, het valt dus wel mee wat je nodig hebt. Als ik mijn game PC uit 2015 nu nog steeds had gehad, zou ik dus gewoon Battlefield 2042 kunnen spelen. Al dus EA. De aanbevolen hardware voor 2042 is een RTX 3060 van Nvidia of een 6600 XT van AMD in combinatie met een Intel Core i7-4790 of een Ryzen 7-2700X en 16 GB. En weer een beetje rare processorkeuzes. Je moet dus of een 7 jaar oud is die al, een 7 jaar oude Core i7 quad-core hebben, of een maar 3 jaar oude octa-core processor met 16 threads en hogere single-threaded prestaties. Even voor je beeldvorming, de Ryzen 5 1600, die ze dus minimaal aanraden, heeft ongeveer dezelfde single-threaded performance en 2 hele cores meer. André. Laten we nou toevallig een PC hier hebben staan met een 3060 erin. Die je nog steeds kan winnen, maar wel een beetje snel zijn, want je kunt nog maar meedoen tot en met zondag. Link in beschrijving. Een 3060 staat ongeveer gelijk aan een 2070 of een 1080 Ti of een 5700 XT van AMD. Natuurlijk afhankelijk van de game en de resolutie. Ik zeg niet dat ze precies even snel zijn, maar als je een van die kaarten hebt, dan kun je ongeveer dezelfde prestaties gaan verwachten als de prestaties die je nu gaat zien. Let's go. Alright, ik zit hier. Het is ondertussen een dag later en ik heb ondertussen een ongeluk gehad met een kaassoufflé. Dus als je denkt, wat heeft hij op zijn lip? Dat is een brandblaar. We zitten met de giveaway PC met een 3060 dus. En de 3060 is dus de kaart die EA recommend voor Battlefield. Nou, we spelen nu op Quad HD. Ik heb natuurlijk stiekem al even gecheckt hoe het is met de performance. We spelen op max settings, Quad HD en DLSS nog even niet aan. Gaan we zo wel doen. Even kijken of dat verschil maakt. Of het veel verschil maakt. En ja, de performance is gewoon degelijk. Ik heb veel te weinig geduld voor dit spel. Alles duurt zo lang en alles is zo lang lopen. En dan ben je dood en dan moet je weer lang lopen. Oké, daar gaan we. 70 fps. Right off the bat. Ik speel trouwens op 85 FOV volgens mij. Ik las op het internet dat mensen in Battlefield blijkbaar niet zo op overdreven hoge FOV spelen. Maar ik heb ook het gevoel dat in COD zou dit echt 100 zijn of zo. En hier is het maar 85, maar het voelt gewoon wel groot, zeg maar. Goed, 75 fps en nogmaals Quad HD, hè. Dus EA wasn't lying when they said dat de 3060 een goede kaart is voor deze game. We worden ook niet gebottlenecked door de CPU op dit moment. GPU usage zit de hele tijd boven de 95%, dus dat is ook netjes. Ik weet niet of ik het nou echt zo mooi vind. Ik had het er net met jou over, hè, André. Ik vind het moeilijk om te zeggen, wow, wat een fucking mooi spel, weet je wel. Maar de schaal en het geluid vooral is wel echt veel verder dan COD natuurlijk. Dat is gewoon 1,3 kilometer ver, dat punt. Dat is toch niet te geloven. En nogmaals, als je dus een 6600 XT hebt, of een 2070, of een 5700 XT, en wat zei ik nou nog, of een 1080 Ti, dan heb je ongeveer dezelfde performance. Die heli wil me hebben. Ik ben ook zo dom aan het rijden hier. Kan ik niet gewoon op een, ja hier, op een squad mate. Nu zitten we op 60 fps. Nou, dit is dus wel wat heavier. Maar ik denk dat dat de weerspiegelingen en zo in het ijs zijn. Die zijn altijd zwaar. Nu zitten we weer op 70.
74. Ah, ik loodde blijkbaar nog wat. Ah, hier is een mooi verstopplekje. Oké. Okay. Nou, we gaan DLSS eens even aanslingeren. Dus even kijken. Quad HD. Hier even bewijs dat alles op ultra staat. Tada. DLSS. Quality. Moet ik op apply duwen? Nee. Bam. 90. Het verschil tussen quality en native, zeg maar, is heel moeilijk te spotten. Het ziet er nog steeds super sick uit. En ja, bam, gratis 20 fps erbij, of wat is het. Dat bevestigt ook dat we niet gebottlenecked werden door de CPU, want we hebben op de GPU dus nog ruimte blijkbaar om 90 fps te halen. Je ziet wel dat CPU usage nu best wel hoog wordt en dat GPU usage ook dropt naar in de 80%, zag ik net. Maar ja, dat ziet er gewoon nog steeds fucking sick uit. Zie je, 89. Dus we worden nu langzaam wel een beetje gebottlenecked door de CPU. Dus je CPU is ook heel belangrijk in deze game. Want we hebben nu een Ryzen 5 5600X. En als die al begint te bottlenecken bij 90 fps, dan vind ik het spannend. Ja, ik kan natuurlijk gewoon op de tank schieten, dat heeft toch geen zin. Kan ik hier iets mee? Is dit iets? Jee! Lijp. Volgens mij heb ik letterlijk nog geen kill gemaakt. En we zijn echt al een half uur aan het spelen of zo. 5 minuten. Nee, maar wij waren net ook al aan het spelen. Shh, niemand vertellen. Oh, na het spawnen heeft hij even moeite. En dan herstelt hij. Oké, nu hebben we 90 fps. Oh, fuck, wordt meteen gesniped. Hey, een kill! André, high five. Dat was de zachtste high five wat ik ooit heb gegeven. Ja, dat was een hele zachte, maar ik moest op het scherm blijven kijken, dus... Ja, ik moet mijn camera vasthouden. Ik durf niet echt kracht te zetten. Oh. Het voelt wel heel episch hoor, deze game. Even serieus. Weet je dat ik de hele tijd op 4 duw om plates in te duwen? Zo erg zit Warzone in mijn brein gebrand. Oh ja, als je je afvraagt wat een lijpe muis heeft Gijs, trouwens. Volgende week vrijdag, review. Samen met nog 3 andere muizen van Cooler Master. Cooler Master maakt echt chille muizen. Dat verwacht je niet. Omdat ze, ja, Cooler Master heten. En niet Mice Master. Maar ja, het zijn echt fijne muizen. En deze is draadloos. Lichter dan mijn G Pro Superlight. En een hele fijne vorm. Ik ga Aniek, denk ik, vragen of ik deze mag houden voor hier in de streamstudio. Aniek? Zeg maar ja. Oké, okay. Nou, we spelen nu Quad HD DLSS. Hier ook in de midden in de actie 70 fps. We gaan eens even de resolutie... Ah, ik ben dood. Ik ga eerst de instellingen verlagen. Dus we gaan eens op high spelen. Maar dit doet niet superveel, merk ik al. Omdat dat je helemaal laag speelt. Als ik helemaal laag speel. Bijna 100. Oh, over de 100. Het ziet er nog steeds gewoon degelijk uit eigenlijk, hè. Waarom zou je op ultra spelen? Dus als je op low speelt, wat er nog steeds degelijk uitziet, zoals ik net zei, heb je 100 fps op Quad HD met DLSS op quality. Dan gaan we nu Full HD, Ultra, DLSS uit. 90 fps ook. Dus ik zou zeggen, speel op Quad HD met DLSS op quality. Tenzij je een Full HD scherm hebt natuurlijk. Oké, ik heb Future Frame Rendering aangezet. Zoals jullie net hebben gezien. Maar laat dat uitstaan, want ik voel nu al de input lag. Wat dat dus doet is... ja, hoe moet ik dat uitleggen? Wat Future Frame Rendering doet, is frames alvast renderen. Het voordeel daarvan is dat je frames in de wachtrij hebt staan, zeg maar. Dus als er dips zijn in de framerate, dan kunnen ze die dips opvangen met de frames die in de wachtrij staan. Dus dan ja, heb je in principe meer... smoothere gameplay. Nadeel is, stel je hebt 4 frames in de wachtrij staan, in die frames zit geen input informatie van jou. Dus je input lag wordt dan hoger. Want ze hebben dus al 4 frames gerenderd, maar ze kunnen nooit weten wat jij gaat doen. Snap je? Ze kunnen nooit weten welke inputs jij gaat doen. Dus die 4 frames, dat zijn frames die op je scherm verschijnen zonder informatie over jouw input. En als jij dus dan iets doet, dan heb je eerst 4 frames waar dat nog niet in verwerkt is. En dan heb je pas een frame waar jouw input in verwerkt is. En dan krijg je dus hogere input lag. Blijf er vanaf. Ik merk ook niet dat we per se heel veel meer frame
frames per seconde halen of zo. Ik vind dat zo heerlijk, hè? Dat bij sommige spellen moet je bij elke instelling die je verandert de game opnieuw opstarten, bla bla bla. En hier is het gewoon de flick of a switch hier. Ik wil spelen op medium. Tada, klaar. We worden nu wel echt gebottleneckt door de CPU, want we komen dus niet over die 100 fps heen. Ik ben nu ook wel in game mode aan het spelen met 128 mensen. Dat is natuurlijk super zwaar op je CPU, hè. Dat zijn echt van die dingen die CPU intense zijn. Weet je wel, veel spelers, veel dingen aan de hand, veel physics. Dat is allemaal CPU intense. Maar goed, IE raadt het aan, een 3060. Ik zeg groot gelijk. Het zou makkelijk kunnen met iets nog tragers. Bijvoorbeeld een 2060. Of misschien heb je zelfs nog wel een, weet ik veel, een 1080, 1070. Ik denk dat je helemaal, dat het helemaal prima gaat. DICE, of ja, Battlefield Games. Ja, DICE. Staat er sowieso wel onbekend dat games er super goed uitzien en toch super goed draaien. Ik denk meteen aan Battlefield 4 die er super goed uitzag en super goed draaide. Battlefront 2, Star Wars, die er super goed uitziet en toch super goed draait. Dus ja, je hebt niet iets super snels nodig. We worden dus wel gebottleneckt door de CPU in deze game mode op dit moment. Dus de CPU is ook super belangrijk in deze game. Dus ik neem ook een klein beetje... Ik was net moeilijk aan het doen over de CPU in de A-roll. Maar onderschat dat dus niet. Want we worden nu met een 5600X worden we al gebottleneckt, zoals je ziet. En dat is een hele snelle CPU. Dit was weer een review van de recommended specs van een nieuwe game. In dit geval Battlefield 2042. Vind je dit format leuk? Laat het weten in de comments. Vond je het een leuke video? Drop even een likey. Subscribe als je nooit meer een video wil missen van Redux Gaming. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk tot snel. Doei. En een fijn weekend. En smakelijk eten. En alvast wel trusten. Ha ha ha.